De zorg voor ouderen in Nederland is in de afgelopen jaren flink verbeterd. Raymond Koopmans, specialist en hoogleraar in de ouderengeneeskunde, neemt na 40 jaar afscheid van zijn vakgebied. Bij het Radboud UMC kijkt hij terug op een sector waarin vooral de kwaliteit van het leven flink vooruit is gegaan. Hij staat bekend om zijn inzet voor de verbinding tussen de ouderengeneeskunde en de ouderenzorg. En in het bijzonder de langdurige zorg. En hij ziet dat er veel positieve ontwikkelingen zijn geweest. Nou, er is ontzettend veel veranderd. Hè? Als ik gewoon eventjes terug ga, 40 jaar geleden, toen ik voor het eerst over een afdeling liep met links en rechts vier persoonszalen waar mensen permanent op bed lagen en naar het plafond lagen te kijken. En ik kijk nu, waarin we prachtige appartementen hebben, waarin mensen met veel eigen spullen gewoon wonen, dan is dat gewoon echt niet meer te vergelijken. Maar ook verwacht hij dat de complexiteit binnen de ouderengeneeskunde toe zal nemen. Ik denk, als je naar de verpleeghuizen kijkt, dan denk ik dat juist die, wat ik toch wel GGZ-problematiek noem, dat gewoon wel de groep mensen zijn die uiteindelijk nog steeds in een verpleeghuis opgenomen moet worden. Ja, en het is aan ons toch om, en ik ben natuurlijk ook een wetenschapper, om gewoon toch kennis te ontwikkelen van hoe dan met die complexiteit om te gaan. Toch interventies en vaak psychosociale interventies, dus niet medicamenteuze interventies te ontwikkelen van hoe wij het beste met deze mensen om kunnen gaan, zodat zij toch ook voldoende welbevinden en kwaliteit van leven blijven ervaren. En de kwaliteit van leven en welbevinden is voor Raymond binnen de ouderenzorg dan ook erg belangrijk. Nou ja, ik denk, als je gewoon naar mijn specialisme kijkt, hè, dan zijn wij dokters die leven aan de dagen toevoegen en niet dagen aan het leven. Hè. Dus wij zijn dokters die vinden dat niet alles wat kan, hoeft. Niemand wil pijn lijden of ja, niemand heeft graag kanker of wat dan ook. Hè. Dus, maar uiteindelijk gaat het erom dat we ons als mens gewoon wel bevinden. En ondanks dat Raymond nu met pensioen gaat, hoopt hij nog steeds dat ook met het nieuwe kabinet ouderen nog de kwaliteit van zorg krijgen. Het is wel leuk dat deze regering heeft beloofd om bijvoorbeeld het eigen risico te verlagen. Maar je leest vandaag ook alweer in de krant, bij diezelfde aankondiging van de zorgpremie, dat daardoor misschien de gang naar het ziekenhuis gewoon gaat toenemen, wachtlijsten gaan toenemen en we eigenlijk onder de streep met z'n allen meer geld kan. Ja, dat is natuurlijk toch, ik denk toch de verkeerde ingang. Maar ja, het is wel zo. Wat hebben we als maatschappij over, hè? Om gewoon, nou ja, topzorg en behandeling te krijgen in Nederland. En ik heb wel eerder beweerd dat, ook al heb je nog maar een paar jaar te leven in het verpleeghuis, dat ook al die mensen topzorg en behandeling verdienen. En dat vind ik nog steeds.